Wel, wedstrijd eindigt hier vanmiddag op het sportpark De Wildzang in een 1-4 nederlaag voor Nunspeet. Overwinning uiteraard voor KSC, voor Nunspeet teleurstellend. Ik sta hier met beide trainers, Herman Oosterhaar van KSC, al een aantal jaren weer, want we hebben elkaar al meer hier bij de microfoon getroffen. En uiteraard Freddy Smit aan de andere kant. Herman, je weet het kunststukje elke keer wel te herhalen. Hè? Twee seizoenen geleden hield je Nunspeet hier van het kampioenschap af. En ja, nu druk je ze eigenlijk wat verder richting die na-competitie. Ja, als dit de eindstand van de competitie zou zijn wel, maar daar geloof ik niet in. En je vergeet even heel gemakkelijk te zeggen dat we vorig jaar hier vrij kansloos verloren hoor. Nee, maar dit zijn twee kunststukjes van de drie, hè? Dat is wel waar. Zeg, ja, heel succesvol vanmiddag eigenlijk. Ja, vandaag kwam er eindelijk uit waar we al weken tegenaan zaten teken. Want we spelen eigenlijk al een paar weken goed voetbal, vind ik. En er zit een goede drive in de ploeg. De ene uitzondering, dat was de thuiswedstrijd tegen Vroomshoofdse Boys. Dat was bedroevend slecht. Waar we met z'n allen door het ijs zakten. Maar die andere wedstrijden waren we goed in de wedstrijd. En hadden we zo kunnen winnen. En vandaag valt het dan gelukkig eindelijk eens een keer onze goede kant op. Ja, jullie beginnen ook goed in de beginfase van de wedstrijd. Twee goede kansen. En daarna slaat het eventjes om. Klopt, dat was een fase in de eerste helft dat Nunspeet wat meer in de wedstrijd kwam. En dat wij wat meer moeite hadden om de juiste dingen te doen. En ik vond met name in de eerste helft dat wij de bezetting voor de goal niet goed georganiseerd hadden. Op het moment dat wij de achterlijn halen. Dat gebeurde een aantal keren, vooral over links. En was de bezetting niet goed. En dan krijg je een slechte eindpas. Ja, en dan hou je de tegenstander in de wedstrijd. En eigenlijk bij de eerste beste kans van Nunspeet lag je hier bij ons in netje. Ja, dan komt Nunspeet op 1-0 in de 14e minuut, Freddy. Desalniettemin een teleurstellend resultaat, maar laten we van dat moment eens eventjes uitgaan. Daarna weet Nunspeet toch wat meer te creëren ook nog. En verwacht je misschien wel op dat moment dat die tweede valt. Nou ja, we speelden verder dan vorig dan de afgelopen weken. Ook wel heel bewust. Vanwege KSC uiteraard en probeer je ook te bestrijden. Maar ook vanwege je eigen kwaliteiten. En na dat kwartier nadat we 1-0 maakten en gelukkig we scoorden, hadden we even wel een goede fase. Waarin je inderdaad door had kunnen drukken. En dan is het natuurlijk wel heel slordig dat je, ook al een tweede helft zal zo nog wel even komen. Maar dat je in zo'n eerste helft de tegenstander echt in de wedstrijd helpt door een... De manier waarop die goal weggeven vond ik nou meer dan kunnen lukken. We hebben ook andere woorden gebruikt. Dat zou ik hier dan maar niet doen. Maar als je kiest voor een opbouw waar de tegenstander valt van je bloed om je vast te zetten. Ik kan niet anders zeggen. En je kijkt niet door het spel heen en je speelt een man aan en je gaat helemaal de zijlijn opbouwen. Waarbij je het hele centrum opengooit op het moment van balverlies. Ja, dan krijg je eigenlijk een corner tegen. Die corner valt in de goal waar ook mensen zich niet aan hun afspraken houden of een man moeten dekken. Ja, dan is het ook... echte tegenstander weer in de wedstrijd helpen. En dat heeft KSC uiteindelijk na de goal maken. Zijn ze ook eigenlijk in de wedstrijd gekomen en wij daarna, vooral na de rust, eigenlijk nauwelijks meer. Nee, want vooral in die tweede helft, Herman, waren jullie hier een meester. Ja, zo leek het wel. En ik vond ook dat we een veldoverwicht hadden en dat wij eigenlijk het spel dicteerden. Dat is al waar. En we hebben een paar goede mogelijkheden gecreëerd. Ja, ik heb eigenlijk heel erg genoten van die jongens. In de rust zei ik het al tegen ze. Ik zei, eigenlijk komt er nu eindelijk alles uit waar we al weken op hameren met elkaar. En waar we heel veel energie in stoppen in de training. En ja, dat het dan een keertje zo eruit valt, is mooi. En dat we dan met een mooie goal van Romano Luukai op voorsprong komen. Ja, dat is schitterend. Dat doet ook iets met het team. En je zag ook aan de blijdschap dat het wat losmaakte bij ze. Van, eindelijk, het lukt. We worden uitbetaald zeg maar, voor het harde werken. En goed, dat was mooi vanmiddag. Ja, met wat voor verwachtingen waren jullie naar de Wildzang gekomen? Nou ja, het is een hele gevaarlijke wedstrijd met 1 punt verschil onderling. Als je hem verliest, dan sta je meteen 4 punten achter. We willen wel winnen vandaag. En ik was blij om te zien dat Nunspeet wat verder naar voren ging spelen vandaag. Zodat er voor ons wat ruimte daarachter kan. En daar heb ik wel jongens voor die er wel raad mee weten. En dat hebben ze vandaag laten zien. Een 6-punten-wedstrijd heb ik aan het begin van mijn verslag gezegd, Freddy. Voor beide ploegen belangrijk dus. In de tweede helft kwam het er niet meer uit.
Nee, zeker niet. En waar dat ook zit, kijk, in de rust praat je erover van, je hebt de tegenstander de wedstrijd geholpen en hoe ga je nu als een tweede helft weer in als in de eerste helft? Ja, dat lukte dan niet. Moet je daar dus ook na de tijd over analyseren, want ik ben het helemaal eens, qua zei dat het gewoon goed, dat kreeg ook een overwicht in de tweede helft. En hij kon er met name voorop ook geen ballen vasthouden als we ze hadden. Aan de andere kant, ja, hoe speelde die Zwitser aan? Dat was ook heel moeilijk, moet ik zeggen. Ik vond wel, Herman zegt de ruimte erachter, ja, ik vond dat op zich wel meevallen. Ik vond het meer van hoe ze zich tussendoor voetbalden en de kans kregen om die passes erachter te leggen. Daar had ik meer moeite mee. Dat je ruimte in je rug hebt, dat snap ik, als je wat verder naar voren voetbalt. Maar dan moet je er ook voor zorgen dat die passes niet steeds komen. En dat was de tweede helft echt niet meer goed verzorgd. En dan maak je ook echt persoonlijke fouten. Kijk, de 2-1, natuurlijk, Romano, die ik dan goed ken, die maakt een fantastisch af, hè, in dat kruisje daar ook. Maar een keeper die half komt, een speler die geen druk zet op een bal, ja, dan kun je hem ook lekker inschieten. Dat hij dan toevallig in kruis schiet, dan had ik hem ook onderin kunnen schieten, maar hij zat gewoon. Ja, nou goed, in de derde en de vierde goal zijn ook wel een beetje, een beetje opgegeven momenten aan Gerrit Ben. En dat zullen we wel op moeten buigen, want anders hebben we echt een probleem. En dan blijft die stand zo staan. En dat weiger ik ook te geloven. En daar weiger ik ook aan op die manier over na te denken. Maar de jongens zullen, en wij zullen met elkaar, dus allen, dat stuk wel op moeten buigen, zoals de laatste 20 minuten, zou ik maar zeggen. Maar hoe ga je dat weer aan de praat krijgen, Freddy? Ja, maar heb ik nu pas daar aan voor ook niet op. Want als ik dat had, dan was dit vandaag al niet gebeurd. Dan had ik van Nederland aan. Maar we moeten wel weer ook refereren aan de dingen die we wel goed hebben gedaan in zo'n eerste half uur. En ook over hebben van waarom we dan zo ver terugzakken. En het na de 2-1 of de 3-1 ook echt een beetje opgeven met een aantal mensen. Neem ik ze wel kwalijk. En dat zal ook zeker volgende week voor een aantal spelers gevolgen hebben. Want die waren al een beetje gewaarschuwd. En we kunnen niet op die manier blijven gaan. Dan gaan we dan ook wel maatregelen nemen. Ja, Job Hoogendoorn wel weer terug volgende week, hè? Volgende week, want zijn schorsing is behoorlijk bijgesteld. Blij dat uiteindelijk afloopt met twee wedstrijden schorsing? Ja, tuurlijk. Zeker voor Job en ook voor het team. Maar om nou een teamprestatie aan één speler op te hangen, dat zal ik zeker niet doen. Want dan zou je ook de druk op een jongen leggen die ook niet terecht is. Maar het is wel fijn om een goede speler gewoon weer in je team erbij te hebben. En op die manier de concurrentie ook weer op de velden te maken, zeker. Dus ik ben blij dat hij erbij is. Maar niet op de manier van, hij zal het wel eens even voor ons gaan doen. Want als de andere team niks doen, dan gebeurt er niks hoor. Nee, maar goed, de afgelopen weken spelen de spelers die niet eerder in de hoofdmacht gespeeld hebben, terwijl Hoogendoorn alle weken in de hoofdmacht heeft gespeeld. Zeker. Het is een stukje vastigheid. Hè? Een jongen die het gewoon, zich heel goed ontwikkelt, die komt van Zeewolde. En hij ontwikkelt zich denk ik beter en sterker dan wij en iedereen misschien wel verwacht. En misschien hij zelf ook wel. Dus dat is prettig. Maar het is ook nog een jonge speler. En ik denk, ik doe meer met name op wat oudere spelers die die groep wat beter bij elkaar moeten houden. En nu ook echt op moeten staan en zeggen, maar, dat mag ik niet zeggen. Maar dit gaat dat is wel duidelijk voor iedereen hoor. Sorry. Maar dat gaat niet meer gebeuren. Maar ook niet alleen de weg, op trainen. En dat soort dingen oppakken. En als je nu je nek niet gaat uitsteken als oudere speler, ja, dan doe je het niet goed. Herman, de druk voor jullie even is iets minder geworden, want een paar plaatsen gezegeld trouwens. Ja, maar dat kan volgende week zomaar weer anders zijn als je niet hetzelfde op de mat ligt als vandaag. Nee, want hier wint wel van Flevo Boys, hè? Ja, maar dat soort uitslagen krijg je nu ook in deze fase van de competitie. Dat je onverwachte uitslagen krijgt. En dan moet je ook gewapend zijn, vind ik. We moeten vanaf nu elke wedstrijd brengen wat we vandaag hebben gedaan. En als we dat doen, dan komt het wel goed met ons, denk ik. Maar daar hebben we ook heel veel vertrouwen in. Deze groep zit ontzettend goed in elkaar. Durf elkaar ook aan te spreken op verantwoordelijkheden. Daar hoef ik dan niet altijd alles wat van te zeggen. Dat is al wel prettig voor een trainer. Maar goed, als je zo lang al bij elkaar bent, dan krijg je dat ook. Ik ben ontzettend trots op ze dat ze dit vandaag hebben gepresteerd. Maar ook de komende weken zal elke wedstrijd weer opnieuw een lastige wedstrijd zijn. Elke keer moet je in deze klasse scherp zijn. Als je een moment verslapt, dan ga je eraan. Freddy, dankjewel Herman overigens. Freddy, ja. Als je niet scherp genoeg bent, ga je eraan. Nunspeet zakt naar de 11e plek van de ranglijst. Nog 2 punten van deze 7 verwijderd. Van die 12e plekken. Ja, ik heb daar staan nog heel niet gezien. Ik word verrast door het feit dat hier nog veel was. En dat had ik echt nog niet gehoord. Dus ja, dat is inderdaad heel verrassend. En deze 7 verliest van DOS Kampen. Of DOS 37, sorry. Ja, nou goed, DOS 37 doet het niet zijn helemaal goed zijn. Want die trekken wat weg dan. En anders dan houden. Dan klapt de boel nog een beetje dichter naar elkaar. Goed, ook deze 70 slechte fase, dus die zullen eerst die 2 punten moeten overbruggen. Ja, maar wij moeten ook gewoon aan onszelf werken.
En als we al de dingen doen die we kunnen, zoals in het begin van het seizoen, en we pakken punten, dan hebben we met de rest om ons heen dat helemaal in de rugzak niks te maken. En dan komt het wel goed. Maar voorlopig zullen wij het ook moeten draaien, niet namelijk wij. Je moet het uiteindelijk allemaal zelf doen. Absoluut. Oké, dankjewel heren voor dit nagesprek over deze wedstrijd. Nunspeet KHC vanmiddag 1-4.